a tramp. Hallo mensen van Dusdaar Games. We gaan vandaag weer verder met Tokyo Jungle. We gaan weer overleven, want we hadden in het vorige deel een missie gedaan en dan moeten we nu weer overleven. En even kijken, wie hebben we nog niet gehad die nog wel leuk was? Giraf, nee. We gaan nu gewoon proberen wat challenges te doen met Karel. Karel de Keesold en Harry en Harold het echt. Maar Harry en Harold komen pas denk ik het volgende deel en nu moeten we het doen met Karel. Klinkt zo fout, nu moeten we het doen met Karel, dus laten we dat maar niet doen. Challenge. Afbaken. Dit is mijn terrein, bitch. We gaan eens kijken of wij nu een keer fatsoenlijk kunnen survivalen. Dat we kleine kareltjes kunnen krijgen. In de mini-karel noemen we hem beter bekend als. Zoek jij een hond? Ben jij een ruziezoekende hond? Nee, oké, ja, je zoekt wel ruzie met mij. Shit. Hier, oh, oh. Wat? Oh, shit. Nee, Karel, nee. Nee. Red voor je leven, Karel. Red nu het nog kan. Oh, shit. Die hond was iets te krachtig. Nee. Konijn, kom hier. Konijn. Oké, dan maar zo. Versla twee dieren. Oké, nou, dat valt te doen. Oh, een cadeautje. Voordeel dierenvoer. Budget van de Aldi. Team Aldi, laat je horen! Voor de mensen die de Call of Duty streams wel eens kijken op DDG. Ah, oh, fuck, ik was alweer afgeleid. Ik raak altijd in stil modus als ik ga jagen. Die nog wel eens de Call of Duty livestreams keken met Danny, mij, Cas, noem maar op. Iedereen die meedeed. Volgens mij Rick, Lars, Ronald, noem maar op. Die kennen misschien nog wel het Team Aldi. Het echt het onzinnigste wat er was, dat ik zat te vertellen dat ik werd gesponsord door de Aldi, wat eigenlijk helemaal niet waar was, maar... Het zou op zich wel grappig zijn als ik zou gesponsord worden door de Aldi, maar... Helaas, heb je wel altijd gratis, dus... Oh, bereikte positie veteraan, dat valt nog te doen. Veteraan is een beetje dooreten. Om, nom, nom, kip. Karel houdt van KFC, oh. Meer nog niet eigenlijk van KFC. Konijn, stomme kip. Je kan mij niet inhalen. Ik ben Karel, de enige echte keeshond. Ja, yeah, veteraan. Yay, weer een missie gehaald. Wat zal eigenlijk onze nieuwe missie dan? Ja, en nu? Wat is challenge 3? Wat is challenge 3? Goddammit. Verkleden. Heb ik kleden? Nee, gelukkig. Ik heb geen... nee, archief hebben we ook niet nodig. Hoe moet ik nou weten wat de challenge is? Oh. Paken 2. Daar hebben wij net zitten doen. Goddammit. Goddammit. Bakken af. Dat klinkt eigenlijk ook voor geen meter, hoor. Ah, hopelijk komen we nou geen schimmelhonden tegen, net zoals vorige keer. Waarom zijn schapen bang voor mij? What the fuck? Ik weet niet hoor, maar Karel de Keeshond is niet zo sterk. Die schapen kan vermoorden. Maar zou het wel heel tof zijn. Oh shit! Ah! Oh, fuck, dat was een hyena! Oh snap. Oh, was dit hem? Oh, oké. Okay. Kom op, challenge 4. Dat is challenge 4, jongens. Geef me die challenge 4. Dat hebben we ook al gedaan. Oh, wat? Oh, wow, we hebben hem voltooid. Dat had ik niet verwacht. Challenge 5, kom op. Geef me de challenge. Voedsel blijft snel en is groeiende. Oké, okay, leuk. Maar... Verleid een paar. Ah, nee, dat kunnen we denk ik nog wel doen. Kut, het is hier giftig. Schaap, schaap, nee. Nee, schaap, nee. Ik word giftig. No. No. Hé, hey, Karelhond. Keeshond. Oelala. Oh. Oh, shit. Het is me gelukt. It's about to get on. Het get on. Wissel één keer van gen. Oh, dat is niet moeilijk. Dat is zo gedaan. Let op.
1, 2, hoppatee, 1, 2. Wie weet is de giftigheid ook over of we krijgen nou tumorbabies. Eén van de twee. Die kont stinkt. En Karel gaat helemaal los. Oh, shit. Yes! Oh, wat? Dit is de eerste. Hey! Een kuikheld is opgedoken in de Chibonie Buitenwijk. Oké. Uitdaging voltooid. En nu? Wat gaan we nu doen, jongens? De kleine keeshonden zijn sterk. Verover territorium van de kat. Wat is dat dan? Wat is een territorium dan? The fuck, derp. Verover het territorium van de kat. Als ik weet waar die is. Wacht. Uitdagingen. In het Shibuya Centrum, waar ligt dat? Kaart. Ik wil kaart. Oh, daar is het Shibuya Centrum. Ah, oké. Yo! Mijn minions, schiet eens op, jongens. We moeten het kattenstation gaan overvallen. Waarom moet ik altijd de leider spelen? Oh, jongens, we hebben ook eten nodig. Shit, jongens. Shit. Hopelijk komen ze meteen eten tegen... Ja, ik heb honger, ik weet het. Ik hoop dat ik eten tegenkom. Alleen maar fucking... Oh, shit. Ah, zoveel katten. Het zijn er te veel. Ik moet eten. Om, nom, 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 nom. Om, nom, 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 nom. Je weet niet waar ik ben. Oh, shit. Dit zijn fucking veel katten. Aanvallen. Karel, legioen. Doe je ding. Nou. Kijk, ze is helemaal... Oh, we hebben ze allemaal. Oké. Dooreten, jongens. Dooreten. Nee, jullie eten niks. Oké, dan moet ik alles eten. Dikke Gijs is dik. Patrouille. Doe heel de omgeving maar veilig stellen, jongens. Is het gelukt? Nee? Oké. Elimineer alle katten. Helde keeshonden. Keeshonden. Ah. Oh. De katten hebben meer troepen ingeroepen. Vals aan. Oh, ze zijn met te veel. Breek missie af. Ren voor je Karelhondse levens. Oh, Karelhond aanval. We zijn met weinig, maar wij kunnen ze wel aan. Het zijn, oh shit, het zijn echt fucked up veel katten, jongens. Niemand fuckt met de Karelhonden. Met de keeshonden fout, maar... Ja, yeah, woef woef woef. Zo doen wij dat. Wij keeshonden laten niet met ons spotten. Ook al zien wij er schattig en lief uit. Wij zijn bloedlustige moordenaars. En wij eten al onze katten op. Als teken van dat ze moeten wegwezen. Als wij dat niet doen, dan gaan de katten... Zeggen dan... Ah, stel homo's. En dan zitten wij van... Nee. Oké, kom jongens. Het zit zo blijft snel in het schroeiende landen. Oké. Giftigheid schiet stijgt. Kut. Hier, stomme hond. Kat bedoel ik. Epic deathmatch! Kom maar op, jongens! Stomme schobbejakken van een katten. We maken jullie zo allemaal kapot en laat dit een signaal zijn voor jullie medekat. Het is van ons nu, van de keeshond. Let op giftigheid. Hier, kat! Wij eten jullie op als middagsnacks. En dat laat onze giftigheid verminderen. Kom. Oh shit, we zijn gegroeid. We zijn volwassen honden. Oh hey, dat zijn konijnen. Kom hier, kat. Au. Hey, wat? Derp. Glitching textures, FTW. Wat? Kunnen wij hier naar boven? Oh ja, dat kunnen wij. Vet. Zwoel. Oké, spring. Nee,
Spring! Hoppa! Oh, we zijn op het dak. Oh, denken jullie mij? Oh, ga maar nou vluchten! Oké, is goed. Oh, eten jongens, eten. Pas toe jongens. We hebben zo meteen een zware strijd. Oh, we zijn leider geworden. Want niemand fuckt met Karel. Want hey katten. Zijn jullie aan het glitchen? Oké, top. Hoe gaan we hier eigenlijk naar beneden komen? Dat vraag ik me nu eigenlijk pas af. Katten, what the fuck? Nee, geen ruzie met mij. Oké, is goed. Jullie geen ruzie met mij, ik geen ruzie met jullie. Oh ja, je bent een konijn. Met jou ga ik geen aandacht zoeken. Oh, glitchen. Au! Minions, waar zijn jullie? Minions! Karels! En Karel! En Kezen. Dat is van mij! Dit wordt Karelland. Karelland 2012. Nooit te vergeten. Never forget. Karel 2012. Dit wordt ons land. Anti-katten. Range Rover die aangevallen wordt. Hoi. Nou, kom. Ik zie je wel daar zitten. Maar ik kan er niet op. Fuck jou dan, als het zo moet. Au. Oh shit, 10 jaar. 10 jaar Karels. Au. Au. Kom op, kat. Oh! Dead dodge. Hier, stom kat. Krijgen we ook nog levens bij? Is voor onder ontreinigd. Minder zicht door smog. Oh, echt. Zag nog lekker goed, toch? Giftigheid stijgt, maar ik ben aan... I will survive. Territorium wordt van mij, kat! En als jij bedacht dat je mij kon stoppen, is onmogelijk, want ik ben... de enige echte... onverslaanbare... Karel! Hallo? Nee! Ah! Nee, shit, daar hebben we er weer zo een. Nee, we kunnen nu ook eens kat spelen, vet. Nee, shit. Ga weg, nee. Ik vind jullie aardig, ik heb de comments wel gelezen, maar ik weet niet hoe ik ze moest fixen. Nee, ik wil geen schimmel. No. Dan moet ik gaan redden voor... Eeuw. Yuki, ik bevat schimmel. Als ik nou in mijn nest ga paren, werkt dit? Je hebt honger. Ah, shit. Maar hier is geen eten. Ah, nee. Giftigheid wordt te veel. Konijn. Nee, ah, shit, nee. Konijn, waar ben je heen? Oh, thank god. Ga weg, stinkhond. Jezus. Moet ik echt... Hoe kan ik jou afschudden? Niet. Oké, tof. Ah, ik moet eten. Fuu. Fijn, ik heb een... Ik heb een luisding op me. Alleen, ik heb geen luizenspray. Fijn, fucking fijn. Ah... Giftigheid gaat ook wel lekker vrolijk. Nou, doe nog maar smokken bij. Ik ga wel kapot, joh. Ja hoor, dit wordt het einde van Karel, joh. Let maar op. Leven is verminderd. Ik heb eten nodig. God damn it. Oké. Heb ik niet iets van items of zo? Nee. Oh, hey. Yes! I got voedsel! Bitch, ga kapot.
Nee! Ah! Waarom stopt ze gewoon niet met volgen? God fucking Dormit. Oh, ik wil niet met haar paren. Ga weg. Kom op. Ga. Oh. Nee. Nou, dat was Karel 1. Dat maakt niet uit. We hebben nog gelukkig Karel 3, 2 en 3. En dan moeten we dus gewoon met haar gaan paren. Nou, dan gaan we helemaal de verkeerde kant op. Shit, shit. Dan moeten we opschieten. Want mijn theorie is nu denkend. Als ik misschien met haar bats, dan komt het wel goed. En in... Oh, wacht. We moeten eigenlijk pauze gaan maken. Anders zitten we veel te lang hier. En dan, wordt het voor mij ook niet meer leuk. Dus ik denk dat ik zo meteen heel eventjes een pauze neem, jongens. En dan komt over een paar... dag na doe ik dan wel speciaal voor jullie weer een nieuwe Tokyo Jungle. Vinden jullie het dan goed, hè? Is dan weer toppie? Zijn we dan vriendjes? Gaan jullie dan een groen duimpje geven? Ja, oké, leuk, verontreinigd. Schiet op, schimmelhond. Even eten. Je hebt honger, ik weet het. Oh, wat? De kip is poisoned! It's a trap! No! Giftige kip is giftig! Oké, dan wordt het denk ik maar tumorbabies. Kom op, paf, 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 paf. Minder zicht door smog. Ik ga langzaam kapot. Oké, let's see if this works. Oh, wat? Karel, waarom ga je zo'n eind lopen? Eeuw, we krijgen straks vlooien. Oh, wat? Nou, mensen. Ik zet hem heel even op pauze. Karel moet het, gaat verder in de volgende aflevering. Ik ga op zoek naar de keycards. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet ook niet op dat groene duimpje te klikken. En ik zie jullie in de volgende aflevering weer.